En hier is uw geliefde quizmaster, Mr. Happy. Goedenavond. Hello everybody, is everybody happy? Yes! En dat is ook de titel van onze nieuwe quiz, Everybody Happy. En dat kan ook niet anders met deze enige spelletjes, met deze fraaie prijzen en met onze grandioze kandidaten van vanavond. Die ik meteen aan u nu ga voorstellen, onze kandidaten. Mr. Happy! Hoe is uw naam? Uilenburg. Kobi Uilenburg. Mag ik Kobi zeggen? Fantastisch. Hartelijk welkom. Zo, ga jij eens even hier staan, Kobi. En? Joop Uilenburg. Joop Uilenburg. Oh, prachtig. U bent man en vrouw. Ja. Zij is de vrouw, ik ben de man. Ja. Ah. Duidelijk. Fantastisch. Zo, en hoe lang bent u al getrouwd? Is dat al een quizvraag? Nee, zomaar. Oh, jammer, want ik wist het juiste antwoord. Oh. We zijn vandaag precies 14 jaar gelukkig getrouwd. Ah. Ja, dat wil zeggen, zij is gelukkig en ik ben getrouwd. Nou, ja. En is dit uw eerste optreden voor de televisie? Ja, het is de eerste keer. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Niet nodig. Je hebt de hele nacht geen oog dicht gedaan. Oh, was je ook nerveus? Nee, dat kwam door haar. Zij slaapwandelt altijd. Hé, dat moet je niet zeggen voor de televisie. Waarom niet? Ze zeggen zoveel voor de televisie. Dat kan toch? Even, wat inside information. Nou? Niet leuk. Wie? Even inside information. Oh yes. Vertelt u dat weer. Ik vind het nou, ja, bemoei je er nou niet mee. Het is nou zo. Everybody happy? Yeah. Nee, het is nou zo. Mijn vrouw, als ze hem te pakken hebt, dan gaat ze slaapwandelen. En vannacht gaat ze hem weer te pakken. Oh, ja? En dan doen we ook altijd zo. Dan vliegen naar de keuken met zo'n natte dweil op de grond. En als ze dan op staat, is ze wakker. Ja. En vannacht was ze weer zover. Dus ik vlieg naar de keuken, pak gauw die natte dweil, leg hem op de grond. Toen stond ze boven het balkon. Hey. Dus ik heb hem al net tegen kunnen houden. Wat een geluk! Ja, ze had vanavond een mooie quiz niet door kunnen gaan. Nou, ja. Uw vrouw is wel belangrijker dan mijn quiz. Nou, moet je niet zeggen. Nou, we gaan gezellig spelen. Everybody happy spel, u weet het. En voordat wij gaan beginnen, ga ik u even... verrassen. Even lekker maken, hè? Met de fraaie prijzen die vanavond op het spel staan. Mag ik mijn assistent even verzoeken? Let u even goed op. Kijk u eens. Jawel. Drie prachtige prijzen vanavond. In de eerste plaats, op 1, een bungalow waar ook te bouwen in Nederland. Op 2, een zeiljacht ter waarde van 100.000 gulden. En op 3 een sportwagen ter waarde van 75.000 gulden. Hoe vindt u dat? Nou, het is allemaal wel leuk hoor. Maar eigenlijk gaat het ons niet om het spel. Wel om het spel. Waar gaat het om, mevrouw Uilenburg? Hey, ze hebben gezegd het weer verkeerd. Zij is nerveus, mevrouw Uilenburg. Zo, laat ik het even vertellen. Mag ik het even zeggen? Ja, u mag het zeggen. Het is zo dat het gaat ons niet inderdaad om de prijzen. Het gaat ons om gewoon het spel. Want wij haten de mensen die aan zo'n quiz meedoen. Dat zien we dan wel eens voor de televisie. Ja, ja. Dan zitten we thuis en al die mensen, maar hebberig. Alleen maar prijzen. Ja. Dat vinden wij niet leuk. Nee, vinden we niet leuk. Het is spel, het spelletje moet het zijn. En de prijzen? Prijs is een onbelangrijk. Heb ik nog nooit gehoord. Hoe vindt de zaal dat? Dat is uniek. Dat is uniek. Uniek. Heb ik vrede weg gehad? Nee, maar... Dat viel me niet. Maar laten we nou even vooruitlopen. Even vooruitlopen voordat we gaan beginnen. Oh. Stel je nou voor, u valt met uw neus in de boter. Kan gebeuren. Ja. In de prijs in dit geval, niet waar? Dan mag u met z'n tweetjes een keuze doen uit deze drie prijzen. 1, 2 of 3. En even gewoon het spel. Wat zou u eventueel dan kiezen? Nou? Nou, ik laat het aan mevrouw over. Ik ben gelukkig getrouwd, dus zij zal wel gelukkig in het spel zijn. Oh. Nou, ben je toch een schat, hè? Nou, dan kies ik 3. Helemaal niet, nee! Nee! Helemaal niet 3! Nee, ik ben de tweede van de tweede geboren. Ik was het tweede kind van een gezin van 22 kinderen. Dus wat kiezen we? Logisch. 1. 1. Juist, ja. Dus uw gedachte gaat eventueel uit naar deze prachtige bungalow. Bungalow. Het is ook bijzonder fraai. Maar hij is wel groter, hè? Ja, oh, ja.
Natuurlijk. Dat was maar eventjes. Hartelijk dank, dames. Want wij gaan nu natuurlijk beginnen met het spel. Oh. En wij beginnen met een gevatheidsprijs. Oh. Ja, ik ga u namelijk een vraag stellen. Dezelfde vraag. En wanneer u beide hetzelfde gevatte antwoord geeft, mag u doorgaan voor de tweede ronde met de prachtige prijs. Ja, oké. Mevrouw Burg, mag u even verzoeken? Gaat u even zitten? Mijn assistente, zet u even de koptelefoon op. Zo, ogenblikje. Zo. U hoort niets? U hoort niets? Hallo? Wat? U hoort niets? Nee. Fijn, dat is charmant. Ja. Charmant. Ja, geweldig. Tegen mij ook altijd. Ah, jawel. De nervositeit gaat erom. Natuurlijk, gespannen. Ja. Gespannen. We hebben een dweil bij de hand voor direct eventueel op zoek gaan beginnen. Ja, ze pakt hem direct weer. Maar goed, even ter zake. Meneer Oudenburg. Ja, ben ik. Zet u zich schrap. Daar gaan we. Daar komt de vraag. Uw vrouw is vorig jaar aan haar blinde darm geopereerd. Nee, dat is verkeerd verteld. Nee. Stel. Nee, wat stel? Stel dat ze aan haar blinde darm is geopereerd. Nee, ze is aan de voeten geopereerd. Ja, dat is niet belangrijk. Nou, dat moet u zeggen, het was wel belangrijk. Jawel, nee. Ja, maar die grote klomp. Jawel, leuk. Nee, leuk. Niet leuk. Nee, ze kon niet van de Uilenburg, even misverstand. Quizvraag, dit. Oh, quizvraag. Had u moeten zeggen. Ja, oké. Dit is voor de quiz dus al. Voor de quiz al. Oh. Uw vrouw is vorig jaar geopereerd aan haar blinde darm. Er is een huisvriend bij u thuis, wordt een borreltje gedronken. En op een bepaald moment zegt uw vrouw tegen de vriend: wil jij eens zien waar ik aan mijn blinde darm ben geopereerd? Ja. Wat zal dan uw vriend zeggen? 30 seconden voor het gevatte antwoord. De klok gaat nu in. De tijd gaat nu in. Denkt u aan de vrijprijzen? Hij zou zeggen van... Ja. Liever niet, want ik hou niet van een ziekenhuis. Liever niet, ik hou niet. Uitstekend applaus voor de zaal. Goed gedaan. Begrijpelijk, nee, dat is de afzoomer. Oh, dat heeft u goed gedaan. Ja. Uitstekend. Ah, dit is een grapje maar. Nou, zie, u bent goed in vorm, ik ben het alweer. Ja, mevrouw, komt u er even bij. Zo, mevrouw Oudenburg. Nou, uw man heeft het juiste gevatte antwoord gegeven. Dacht ik wel, ja. Dus ja. Als u het ook goed doet, gaan we door naar de tweede ronde. Okay. Is het mis, dan is het ook mis, krijgt u niets. Ja, dat weet u, hè. Nou, mevrouw Oudenburg, u mag uw vrouw niet helpen, niet tegen te zeggen. Maar mag ze wel even geluk wensen? Nou, u mag eigenlijk niets. Nou ja, zo even. Oké, verder stilte natuurlijk. Ja, mevrouw Oudenburg, vorig jaar bent u geopereerd aan uw blinde darm. Ik? En stel. Nee, stel. Stil is. Stel. Ja, stil. U mag niet zeggen, anders wordt u gedisqualificeerd. Nee, maar zit een beetje langzaam van begrip. Oké, even rustig aan. Rustig even. Vorig jaar bent u geopereerd aan uw blinde darm. Er is een huisvriend bij u thuis, wordt een borreltje gedronken. Op een bepaald moment zegt u tegen die vriend: wil jij eens zien waar ik aan mijn blinde darm ben geopereerd? Zeg, wie denkt u wel dat ik ben? De een of andere Del of zo? Nee, ik kan niks zien. Nee, dat is voor een spelletje. Dat is voor een spelletje, schat. Dat is voor een spelletje. Ik ben een fatsoenlijke vrouw. Dat weet jij toch ook wel? Daar gaat het ook niet om. Voor een spelletje. Dus de quiz. Voor de quiz. Oh, ja, nou één. Oh, dat heb ik. Dat heb ik. Nou, gespannen. Dan is het goed. Goed, dus u begrijpt de vraag. Ja. Spel. U vraagt dus aan die vriend. Spel. Weet jij waar ik aan mijn... Spel. Wil jij eens zien waar ik aan mijn blinde darm ben geopereerd? Wat zal die vriend dan antwoorden? 30 seconden voor het gevatte antwoord. De klok gaat nu in. Denkt u goed na, mevrouw Waardenburg? Dan vraag je prijs op het spel natuurlijk. Hè. Even denken natuurlijk, hè. Even belangrijk. Moeilijk? Ja. Zal u een stukje op weg helpen? Ik hou niet van... Ik hou niet van... Ballet! Nee, dat is niet goed. Niet goed. Ik hou niet van... huis. Even... Bejaardenhuis! Nee, dat is ook niet goed, helaas. Ik hou niet van... Ziekenhuis! Fantastisch! Ik hou niet van het ziekenhuis. Goed, mevrouw. Hoe kwam u daar opeens zo op? Nou, ik weet niet. Ik kwam ineens hem op. Wat goed, hè? Uitstekend. Ja. Oh. Nou, ik zou zeggen, we gaan lekker. Nou, hè? We zijn zo lekker gegaan. Nee, daarom precies. En we gaan ook fijn door naar de tweede ronde met de fraaie prijzen. Niet belangrijk. Hoor. Niet belangrijk. Het spel is het, vind ik. Uitstekend. Dan gaan we door met het behendigheidsspel. Oh. Daar komt even de sportiviteit om de hoek kijken. Oh. Jawel. Nou, meneer Oudenburg, gaat u even met me mee. U ziet hier een trampoline. Ja. Gaat u daar eens even op. Zo. Ja, gaat u maar weer af. Dat komt direct wel. Zo. En u, mevrouw Oudenburg, u krijgt een mandje met 10 eieren. Die gooit u één voor één naar uw man toe.
En door te wippen op de trampoline... Wippen? Ja, op de trampoline. Ja. Ja. Gooit u één voor één de eieren in de emmer. Oh. That's all there is. Zie? That's all there is. Oké, man. Hé, hey, precies, uitstekend. Simple comme bonjour. Het is simpel, u weet het. Ja, alles goed begrepen. Ja, alles goed begrepen. Dus als ik een teken geef, gaat u erop en u gooit de eieren één voor één naar uw man toe. Ja, alles goed. Ik doe zo. Fluit u niet. Nou, hé, hey, dat deed u in de vorige uitzending. Ja, alles goed. Ja, alles klaar. Start hem maar. Ja. Ging niet goed. We moeten streng zijn. Geen prijzen. Wat jammer. Ja. Maar net wat u zei, het gaat uiteindelijk om de sport. Hè? Ja, zo gaat, is het. Hè? Daar het gaat om de sport. Ja. Daar gaat het uiteindelijk. Gaat het daarom. En daarom wil ik zeggen dat wij dan nu aan het einde zijn. Ik had wel op die bungalow gereden. Ja, ik heb wel op die bungalow. Rustig aan, mensen. Rustig aan. Everybody out. Daar gaan de mensen. Mensen, wij gaan nu. Nee, buiten dit. Everybody